Yo, kijkers van mijn kanaal, oftewel Rotjoch, welkom terug bij een nieuwe video en welkom in Mindtopia. En we gaan eindelijk beginnen in Mindtopia. Nou, ergens verderop zit David, maar die kom ik zo meteen pas tegen. Mag wel vast hoi zeggen, David. Hi. Hi David, leuk dat je bent. Nou goed, in ieder geval, vorige keer hebben jullie misschien gezien bij, ja, op dus David Craft. Dat ik hier boompjes gekocht had bij Cosmo eigenlijk in zijn winkel. En nu gaat het eigenlijk tijd worden dat ik een huis ga kopen, want ja, ik heb veel geld, dat was hartstikke duidelijk. Nou, er staat de bankmedewerker als het om me te wachten. Ik heb een afspraak bij hem gemaakt. Want ik moet ook een huis natuurlijk hebben. Jullie weten allemaal, ik heb echt bakken met geld. En dat gaan we nu even een beetje spenderen. Dus, ja, verdomme. Je hebt echt ziek veel geld. Je hebt hier trouwens het eten. Ik heb net ook een broodje zitten vreten. Ah, hartstikke handig. Ik ga het niet in mijn eentje doen. Hartstikke bedankt. En jij had plannen dus, had ik begrepen. Ja, ik heb wel plannen. Want ja, ik ben een gewiekste zakenman. Ik ben natuurlijk bezig om zaken te maken. En deals te sluiten. Want zo verdien ik steeds meer geld en meer geld en meer geld. Ik bedoel, rijk worden word je niet door niks te doen natuurlijk. Nee, maar je hebt geen enkel bedrijf, als je hebt geen... Oh, oké. Okay. Ja, ik heb van die kleine handeltjes gewoon aan de zijkant. Ik ga je zo een beetje uitleggen hoe het allemaal in zijn werking gaat bij mij. Als eerste, het is tijd om even wat geld op te nemen. Jij bent de bankier. Ja. En je bent de makelaar, dus ik heb voor allebei de taken heb ik eigenlijk nodig vandaag. Hoeveel mot je? Ja, even kijken wat ik nodig heb. We mogen namelijk 4... plots eigenlijk ownen in deze server, heb ik gehoord. Dat in deze klopt. Stad. 4 plots. En ik ben toch besloten om gewoon meteen 4 plots te halen. Ja. Ja. Zal ik eens even uitrekenen? Wat hebben we nog nooit gedaan? Ja. Zal ik eens even uitrekenen hoeveel jij echt hebt? Ga je gang. Wil je het weten? Ik wil het weten. Oké. Okay. Op dit moment, hoeveel ik op dit moment heb. Hè? Het wordt alleen maar steeds meer natuurlijk. Ja. Ja, dat klopt. Daar gaan we. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, zo. Doen we dat keer 5000. Oké, jij hebt... wil je het weten? Ja, ik wil het graag weten. Jij gaat uitgeven, hè? Ik ga gaan spenderen. Dat is jammer, want dan ben je niet de eerste miljonair. Want je hebt 945.000. Wow, 945.000. Dus ik heb een boel met geld. Verkiezing, hoeveel wou je opnemen? Nou... Ja. Laten we genoeg opnemen, want jij bent zo meteen de makelaar. Een beetje 3 goede plots voor mooie huisjes. En ik wil iets groots kopen, dus echt een bedrijfje kopen. Dus, ja, het is jouw geld, zeg het maar. Weet je wat? Neem er gewoon 400.000 mee. Oké, ik neem ietsje meer mee, dan weet je zeker dat je genoeg hebt. Ik geef jou hier bijna 2 stacks diamonds, dus dat is een boel. Veel. Een boel. Heel veel, ja. Top, helemaal goed, dankjewel. Nou. Gelukkig. En we gingen shoppen, zei je. We gingen shoppen en ik heb jou er vandaag bij nodig. Dus ik zou ook aardig tegen je zijn vandaag. Vorige keer had ik een beetje haast. Dus, ja, dat snap ik. Want die andere gast, die Duffy, die zat er natuurlijk bij. Hè? Ja, en die dit schoot maar niet op, man. Weet je, die kwam hier. Mag ik 2000 opnemen? Ja, daar kan ik niks mee. Dus, wat zoek je? Ja, ik zoek dus een groot onderneming. Ik wil eigenlijk een nachtclub open. Een nachtclubje hebben eigenlijk. Oh, dan heb ik iets voor je, jongen. Oké, okay, top. Oh, het kost wel geld. Maar ja, of jij dat dan echt uitmaakt, weet ik niet. Nou, we zullen even kijken. Dit is echt heel erg vet. We hebben namelijk, het is bij heel veel spelers inmiddels al bekend. Beetje berucht zelfs. De Blauwe Club heet het. Oh ja, ja. Die heb ik vorige keer gezien. Dat zag er best wel top uit. Dus, maar ik ben nog nooit binnen geweest en boven. En okay, jij bent de makelaar. Dan gaan we dat even doen. Het is zeg maar, op inrichting na is hij af. Als in de verlichting is voor elkaar. Het zwembad zit er al in. Zwembad in de club? Nee, de bovenop. Jeetje. Ja. Nou, dat zit letterlijk bij die lampen, zeg maar. Ik zal het ook zo meteen even nachtmaken, dan kun je het zien. Dit is echt een hele toffe plek. En je hebt in het midden natuurlijk nog mooie ruimte voor een groot logo, als je er een club van maakt. Je gaat er een club van maken, zei je? Ik ga er een club van maken. Ik zoek natuurlijk ook, ik wil er veel winst uit zien te krijgen. Alleen het probleem is zelf, ik ben niet zo'n, eigenlijk niet zo'n goede club-eigenaar. Maar ja, ik heb het geld voor de club. Dus ik denk dat ik een beetje doe. Kijk, zo werkt mijn handel een beetje. Ik koop iets. Ja. En dan laat ik andere mensen het runnen. En 5% of 10% ligt eraan welke snuiter ik voor me heb, is voor mij. Dat is ook slim. Ja, en ik zag ook iemand die loopt momenteel die vergunning. Mm-hmm. Die heeft een redelijk groot plot gekocht op een mooie plek. En die wil die opdelen naar 3 plots. En die dus voor meer gaan verkopen. Ook briljant. Tja, dat is... Wow. Nou, je het erover hebt. Oh, je hebt weer een ideetje. Nou, kom binnen. Dat is van goud. Ja, ik moet een beetje oppassen. Ik weet natuurlijk met een goede makelaar. Ik heb je aan het werk gezien, maar... Ja.
Goed. Oh, nou, gouden vloer, ja. Jeetje. Ja, en we gaan het dak nog eventjes een extra laagje opzetten, zodat het niet meer zo lekt, maar dat komt helemaal goed. Komt dat het zwembad op de bal. Komt zit. Helemaal goed. Dat wordt dat allemaal geregeld door jou? Of moet ik daarvoor betalen? Nee, dat wordt gewoon goed opgeleverd, zeg maar. Kijk, helemaal nou, goed. Nou, en dit is het dan. Je hebt een heerlijk uitzicht op al die miserige mensen onder je, zeg maar. Een mooie strandplek met een bar, als je zou willen. Jeetje. En, en een zwembad. Dus als je dit lekker aan gaat kleden, zeg maar. Zwembad. Met palmboompjes hier en binnen mooie stoelen en discolampen. Ja, dan heb je echt een perfect. Ik zie het al. Ja, daar heb ik ook wel even een binnenhuisarchitect een beetje voor nodig. Om een beetje goed in te richten, denk ja. Denk het ook wel. Ja, ik moet eens even kijken in de zijkanten van de huizen. Ik bedoel, het zit toch wel echt midden tussen alle huisjes in. En hier is prachtig aan de waterkant. Jeetje. Ja, maar trek jij daar iets van aan? Ja. Van wat andere mensen zeggen of willen of doen. Ik bedoel, klopt. Nou, kijk, zo zie ik het niet. Laat maar ophouden. Ik zie het meer als, dicht bij de club, dicht bij de huisjes. Mensen komen binnen. Ja. Ik bedoel, hè, muziek blijft gewoon keihard draaien. En de burgemeester, dat regel ik zelf wel even. Oké. Dat moet allemaal lukken. Ja, ik moet zeggen, dit is natuurlijk de place to be. Die heb je voor mij apart gelegd. Dit is de place. Er zijn wel twee biedingen al, maar die heb ik nog niet goedgekeurd. Want je was vorige keer heel duidelijk, je hebt behoorlijk wat geld. Je bent ook niet de minste om mij een keer wat toe te schuiven. Dus hij is totaal nog niet verkocht. Als jij biedt en het is een goed bod, of je doet de vraagprijs in feite, dan wordt hij aan jou verkocht. Nou, laten we vertellen, wat is de vraagprijs? Hij staat nu op, ik ga even voor jou kijken. Even kijken, iemand heeft 125 geboden, maar de vraagprijs is 165. Dus 125 geboden, de vraagprijs is 165. Ja. Ja, weet je wat? Ja, we kunnen er wel omheen gedraaien, maar dit is wel de spot, hè? Maar alleen de grond is al 60.000 waard, hè? De grond alleen al, dus je kan het alleen nog maar meer waard maken en nog meer profijt uithalen. Klopt. Ja, laten we heel simpel zijn. Kijk, dit is de club en ik wil graag een nachtclub. En dit is wel echt, de plek is gewoon geweldig. En dat is nog iets, dat moet ik even melden. De fundering is zo gebouwd dat je eventueel, als je zeg maar de lampen wat naar binnen trekt, zeg maar, zou je er nog één en zelfs twee verdiepingen bovenop doen. Dan heb je dus in feite op de tweede verdieping een zwembad en boven appartementen. Dus ik krijg gewoon een hotel van maken. Een gehele party tower eigenlijk van maken. Dit wordt gewoon de place to be. Iedereen gaat hier naartoe. Ik zie het al voor me. Hierboven op het dek gewoon dames in bikini. De tiki bar aan de zijkant. Drankjes worden overal. Feesten. Ja, toch? Beneden gouden vloer. Er moeten een beetje discolampen bij komen. Leuke serveersters zoeken we nog natuurlijk. Veel banen hier natuurlijk. Veel mensen kunnen hier werken. Ja, dat klopt. Het is een makelaarspraatje misschien, maar ik ben verkocht. Oké, dat is een 33 diamond blok dan. Heel simpel, ja, ik neem hem gewoon. Simpel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, laten we anders doen. 3, 4, 5, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, top. Komt er weer 3. Eens even kijken, hup, 10 erbij. En nog een keer 10, samen 33. Ik heb hier inderdaad 33, ik vind dat hartstikke mooi. Dan heb je bij deze... het duurste gebouw op wat bedrijven na, zoals de garage is natuurlijk 2-3 keer zo groot. Ja, natuurlijk, maar natuurlijk. Je hebt momenteel het duurste huis gekocht op de server. Ik denk niet dat iemand dat snel gaat evenaren. En, ik hoop ik het ook heel niet. Veel succes ermee. Ik zal je de papieren opsturen dat het jouw eigendom is. Je hoeft niet over een hypotheek te hebben, want je betaalt cash. Ik betaal alles in cash. Dat is allemaal duidelijk. En wat je er verder mee doet, het is mij eigenlijk om het even. Je gaat het slopen, je gaat het verhuren, je moet het lekker... Ja, het idee heb ik al bij je neergelegd. Je hebt me er helemaal mee omgepraat eigenlijk om het inderdaad door te zetten. Een mooie discotheek. Maar, nou had je het over dat je nog meer wil halen. Mag ik jou misschien een paar huisjes laten zien om ook even te kopen? Want je moet ergens wonen natuurlijk. Ik heb huis nodig. Huis nodig. Gaan we daar maar beginnen met één huis. We kijken wel wat we kunnen. En het is nog in de vroege... Wat zoek je? Het is nog allemaal... Ja, ik zoek wel een beetje een plekje midden in de stad eigenlijk. Wel een beetje de hoge piefjes zitten, weet je wel. De mensen met geld zitten. Ik heb geen zin om in de Sloppenwijk te wonen natuurlijk. Oké, dan laten we dit even achterwege. Want dit is, je wilt niet net naast de nachtclub wonen. Nee, die lawaai, dat wil ik niet zelf horen. Nee, dat is niet mijn probleem. Hier is de bouw. Ik denk oprecht dat het dan handig is om zo dicht mogelijk bij het gemeentehuis te gaan wonen. Dat kan op twee plekken eigenlijk. En de allereerste is dit plot. Ja. En de volgende is letterlijk ernaast of daar net achter de autogarage.
Ik daar zou even... kun je ook op de strip kun je ook gaan wonen. Eens even kijken, neem jezelf op de plot zelf. Want dan woon ik hier wel net naast de weg. Daar is dan het gemeentehuis, zie ik. Helemaal top. Die is de, ja, die zijn de bomen die ik besteld heb, staan vlak voor mijn neus. Dus eigenlijk midden in het centrum ook wel. Beetje bij ja, de rijke lui. Je kan de bank bijna ruiken, al je geld. Dan gaan we. Ik zie hem al staan van de vier. Het is geveiligd. Ja, een minuutje dus lopen. Het is hartstikke dichtbij. Dus dit is een hele fijne plek. En ik kan natuurlijk eentje uitkiezen wat je fijn vindt, zeg maar. Nou, weet je wat we doen? Ja. Hebben we nog een ander plekje nog verder? Want dit is natuurlijk wel iets weer, maar hè, ik ga me niet meteen laten omkopen. Het is, ja, tuurlijk. Ik zal je de strip even laten zien. Even een beetje de rijke lijstbuurt, hè? Even waar we... Ja, je hebt natuurlijk al een hartstikke duur gebouw gekocht, dus ik weet niet wat je allemaal nog verder uit wil geven. Maar hier, bij de strip, heb je ook een paar mooie plots. Ja, ik heb genoeg om uit te geven. Laten we daarop houden. Dit is de strip. Hier komen uiteindelijk de rijke luis mensen te wonen. Ja, dit zal suburbia zijn, dus het is dus volledig in vrijbouw. Dus zoals je ziet staat er nog helemaal niks. Helemaal daar achterin staat een huis. Een gemeentehuis, zeg maar. Daar woont de wethouder. Maar ja, dat is het. Ja, ik ben even aan het kijken, want die zit wel dan die garage. Ik krijg ook weer lawaai van die garage. En die gozer, die is, dat is die Colin, hè? Zit daarin. Ja, om dat nou als buurman te hebben, dat is... Ja, is ook niet zo fijn. Weet je wat, we gaan gewoon terug naar die andere drie. Ja. Nou ja, eens even kijken, want ik wil andere meteen... drie, ik had je er één laten zien. Je had er één laten zien, maar ja, ik wil heel simpel. Ik, ik wilde gewoon drie. Jij wilt deze, welke drie? Laten we even kijken. Alle drie op een rij. Ik zie het allemaal voor me. Ik ga het geheim houden voor jou. Ik bedoel, hè, het kan allemaal niet doorgaan. Maar... Ah, je kan het wel kopen. Ja, dat zou je wel vinden. Jij wil iets samenvoegen. Maar dat kan pas als je kan pas een aanvraag doen als het daadwerkelijk voor jou is, hè? Zo werkt als het daadwerkelijk voor mij is. Ja, ik snap het. Ja. Nou, ga, weet je wat? Ik neem het risico. Wat is de prijs? Vertel. Zijn allemaal dezelfde prijs. En ze kosten 38.000 per stuk. 38.000 komt neer op 6, 7 diamond blocks per stuk. Zal ik het even voor jou uitrekenen? Volgens mij zijn met de rekenmachine. Zullen we dat eens even doen? Volgens mij zijn het 7,5 maar, of 6,5 maar. 38 keer 3 is 114. 114 diamond blocks? Nee, gedeeld door 5 is 22,8 diamond blocks. En dit zal allemaal voor jou zijn. Nou, 22,8. Weet je wat? Ah, nou alsjeblieft, dan gaan we. Nou, je hebt vandaag best wel goed geholpen weer, zoals altijd. Ja, toch? Ik ben tevreden. 27, man. Hou de rest maar bij je. Wat? Hoeveel geef je me? 27, maar dan wil ik wel dat het nu meteen geleverd wordt. Oké. Okay. Meteen opgeleverd wordt. Voor alle duidelijkheid. Jij geeft mij hier. Ik wil dat even vastgelegd hebben. Ja, leg maar vast. Ik had er 33, right? Ja. Ja. En je moet er ongeveer 23 betalen. Je geeft er 27 en je zegt hou het maar. Hou het maar. Dus dat betekent dat ik 4 diamond blocks, 20.000 mag ik houden. Als je het wel vandaag kan leveren, zo snel mogelijk. Are you shitting me? Oké. Kan je dat aan? Laat me daarop houden. Kan je dat aan? Of ik zoek gewoon een ander, hè? Ja, dat is succes, want die andere is even met vakantie. Ik ga direct aan de slag. Ja, natuurlijk. Ik ga de papieren direct in orde maken, de eigendomspapieren. Ja. Dat betekent dat jij... Ja, letterlijk vandaag nog naar de gemeente kan om dit proberen samen te voegen. Holy damn. Laten we beginnen met één simpel huisje. Belangrijk was eigenlijk een huis voor mezelf te hebben. Maar drie bij elkaar voegen, dat is natuurlijk wel een heel mooi einddoel. Maar dan moet ik eerst helemaal langs het stadshuis met de burgemeester praten. Maar dat wordt heel moeilijk altijd met die burgemeester. Ik ken hem niet zo goed, dus misschien moet ik hem een keertje... Ik kreeg niet veel bij hem. Klaar, zeg maar. Hij zit echt een beetje pennenlikker, een beetje, ja, zo'n typische, ik doe het volgens de regeltjes type. Dus succes met omkopen. Ah, dat wordt lastig, vooral met die nachtclub erbij. Dus dan, ik moet er wel een keertje met hem wat gaan drinken. Dat komt allemaal wel goed, denk ik, met de burgemeester. Ik wens je succes. Ik ga wel even het geld wegbrengen als je het niet erg vindt. Ik voel me niet zo veilig op straat ermee. Gelijk heb je. Dus ik ga naar de bank en papieren komen eraan. Ik laat het even bij de gemeente afleveren. Dan hebben ze een dubbele kopie. Weten ze dat dit voor jou is. Ja? Heel prima, super. Oké, later. Later. Zo, eens even kijken. Nou heb ik 3 plots gekocht bij elkaar. Dat is prachtig. Dat is een heleboel geld heb ik ingeleverd. Maar natuurlijk met die nachtclub. Dat krijg ik natuurlijk, ga ik helemaal opbouwen. Ga ik kijken of zorg die kan verkopen. Want ik hoorde dat er een bod was van 2 mensen bij elkaar van 125.000. Nou, dan verkoop ik dat zeg maar aan
aan die mensen vanaf voor ietsje duurder. Laten we het houden op ongeveer 130.000, denk ik, een mooi prijsje gaat worden. Nou, ik sta nog steeds verlies natuurlijk, 30.000 ongeveer. Maar wat ik daarmee ga doen, 10% van hun inkomsten gaat naar mij. En met de tijd, hè, de aanhouder wint altijd. Die ga ik mijn geld verdienen. En zo ga ik stapje voor stapje steeds meer proberen om steeds meer speeltjes te krijgen eigenlijk in deze stad. Om zo'n beetje te kijken hoe ver ik kan komen. Alright, dat is eigenlijk mijn plan. Zo ga ik mijn centjes verdienen. Vandaag heel veel hulp gehad van, ja, van de makelaar en de bankmedewerker David. Ik mag die gozer wel. Super toffe gozer. Help me graag. Ja, ik geef natuurlijk genoeg geld, genoeg fotootjes erbij natuurlijk. Dus daarom helpt hij me ook graag. Maar op die manier krijg ik ook wel snel alles voor elkaar. Ik bedoel, voor mij is alles morgen geleverd. Voor de andere 5 dagen. Mwah, ik heb het ervoor over. Zo simpel is het. Ja, goed. In ieder geval, dat is eigenlijk echt mijn plan. Zo ga ik het aanpakken in deze server. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Ja, David mag ook weer even wat zeggen. Hoi, David. Hoi. We gaan even van de roleplay af. Awesome. Oké, mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter omhoog als je het awesome vond. Wat vinden jullie van mijn plan eigenlijk? Wat zouden jullie doen in Mindtopia? Wat zouden jullie zijn als jullie zoveel geld hadden als ik? Wat zou jouw plan zijn? Want hè, ik heb genoeg geld te spenderen. Kijk wat ik er allemaal mee kan doen. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter omhoog als je het awesome vond. David, dankjewel voor het meedoen. Geen probleem, ouwe. Geen probleem. En we zien jullie graag in de volgende video. Peace!